welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up collectie testen. Ik ga vandaag de I Heart Revolution X Aladdin testen. Lijkt me echt een super leuke collectie. I Heart Revolution heeft een samenwerking met Disney en iedere keer komen ze uit met zo'n kleine collectie in samenwerking met een of andere Disney film. Ik heb al 2 video's gemaakt over deze collecties. Eentje ging over Aristocats en de andere ging over de kleine Zeemermin. En nu hun laatste collectie is in samenwerking met Aladdin, een van mijn fave films. Ik hou van Jasmine. Ik hou ook echt van haar look. Dus ik dacht, deze collectie moet ik ook echt hebben. Het heeft eventjes op zich laten wachten, want het oogschaduwpaletje was heel de tijd uitverkocht bij Boosie Shop. Dus ik heb heel de tijd moeten wachten totdat hij weer terugkwam. En dat is nu. Dus ik heb de collectie hier liggen. Het is niet heel veel. Het is een paletje, highlighter en een lipgloss. Maar toch wel weer leuk om gewoon te gaan testen vandaag en een leuke look te creëren. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ben echt zo enthousiast. Deze collectie is zo ontzettend mooi. Oh my god. We gaan beginnen met obvious, het oogschaduwpaletje. En het is niet alleen maar oogschaduw, want het is een groot paletje met zowel oogschaduw als blushes en highlighters. En dat is dit paletje. Dit is het I Heart Revolution X Disney Jasmine Fairy Tale Palette. En ziet dit er niet prachtig uit? Kijk ook deze foto van haar. Ik vind het altijd super leuk, want het is een beetje Arabische vibes. En ik ben zelf Arabisch, dus dat vind ik heel erg leuk. Ik kon mezelf vroeger altijd helemaal identificeren met haar. Dus dat maakt het allemaal extra leuk voor mij. Heel erg mooi. Ik vind de kleuren ook mooi. Zo goud en lichtblauw. Dat is echt helemaal mijn ding. Als je mij een beetje kent, weet je ook dat ik alleen maar goud draag. Dus echt super leuk. Ik kan niet wachten om het te gebruiken. Ik hoop dat de kwaliteit gewoon goed gaat zijn. Dit is dan hoe het paletje er zelf uitziet. Het is een soort van boek. Echt heel erg mooi en leuk gedaan. En dan als je hem openmaakt is dit wat je krijgt. Je krijgt 18 oogschaduwkleurtjes, 3 blushes en 3 highlighters. En het is cruelty en vegan. Zo'n soort paletje is ook echt ideaal voor op reis. Want dan heb je gelijk alles zo makkelijk in één pakketje. Echt super fijn. Wat ik wel een beetje jammer vind is dat het is al een vrij kleine collectie met slechts 3 producten. En dan is 1 van de 3 ook nog een highlighter. Terwijl er hier ook al 3 in zitten. Dus ze hadden beter dan met een ander product kunnen uitkomen. De kleuren zien er allemaal echt prachtig uit. Echt heel Aladdin-achtig. Zo blauw, goud, paars. De blushes zijn ook echt in prachtige kleurtjes. Dus ja, ik ga gewoon nou beginnen met de oogschaduwkant. En dan ga ik gewoon een leuke ooglook creëren. Dus laten we even inzoomen op de ogen. Oké, we zijn ingezoomd op de ogen. Nou kunnen jullie alles lekker goed zien. Ik ga eerst beginnen met primer met mijn P. Louise base in de kleur Rumor 01. Ik ga beginnen met deze donkerblauwe glanzende kleur, die heet Genie. Die ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik ga een volledige cut crease maken. Ik vind het wel jammer dat er geen enkele matte blauwe kleur is. Maar goed, ik ga gewoon in met een glanzende kleur. En ik hoop gewoon dat het gaat werken. De kwast die ik gebruik is deze ronde kleine kwast van Morphe van de Sweet Oasis collectie. En die ga ik zo indrukken in mijn hele arcadeboog. En dan ga ik de shape creëren van de cut crease. De kleur is wel een stuk lichter dan wat lijkt in het paletje. Dat vind ik al een heel klein beetje jammer, maar oké. Dan pak ik de lichtblauwe glanzende kleur, die heet Jasmine. En ik weet niet of het een strak plan is om te gaan blenden met een glanzende kleur. Maar ik ga het toch gewoon proberen en ik ga met die lichte kleur, deze kleur, een beetje uitblenden bij de randen. Ik hoop gewoon dat dit gaat lukken. Oké, die kleur is een stuk meer glanzend dan die blauwe kleur van net. Ik denk niet dat het echt een heel strak plan is. Dan pak ik deze oranje matte kleur, die heet Ayego. Ik ga toch gewoon in met ook een matte kleur. En die breng ik aan met deze platte fluffy kwast. En daarmee ga ik ook weer zo blenden bij de randen een beetje. Oké, die kleur is gewoon echt helemaal niet te zien gewoon. Oké, die oranje kleur is echt crappy. Ik ga weer in met die licht blauwe kleur en dan ga ik het weer blenden. Dan maar een beetje glanzend, who cares. Dan ga ik ook weer in met die donkere blauwe kleur. Dan breng ik een beetje van die kleur ook terug. Nou, ondanks alles is het toch wel gewoon best wel oké gegaan. Nou ga ik weer in met mijn P. Louise base en dan maak ik de hele cut crease. Nu ga ik in met deze gouden glanzende kleur Magic Lamp. Ik maak mijn kwast ook nat met fixing spray. En die kleur breng ik aan over mijn hele ooglid. Oeh, die is lekker fel. Ik was zo bang dat hij niet fel genoeg ging zijn. Maar dat is hij wel. I love it.
Dan wil ik ook op de cut crease een soort van glitter aanbrengen. Daarvoor gebruik ik deze Liquid Glitter Eyeliner van Root Cosmetics in de kleur Starlight. En dan is het tijd voor een hele heftige winged eyeliner. En daarvoor gebruik ik mijn Liquid Eyeliner van NYX Cosmetics. Dan pak ik de zwarte matte kleur hier, die heet Razool. En met die zwarte kleur ga ik het hier helemaal mat maken. Oké, dan is het tijd voor een beetje mascara, nep, wimpers en ik ga ook even mijn gezichtsmake-up doen, tenminste de basis. En dan kom ik zo bij jullie terug. One eternity later. Daar ben ik weer, wimpers zitten erop en mijn hele basismake-up is ook gezet. Ik heb deze Primark wimpers op in de stijl 747. Nou ga ik even een zwarte oogpot loodje in mijn waterlijn aanbrengen. Deze is van Estée Lauder. We gaan er nou een beetje een Arabische look van maken. En dan pak ik weer de zwarte kleur uit het paletje. En dan ga ik die een beetje aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik weer de donkere blauwe kleur Genie. En daarmee ga ik ook over de onderste wimperrand. Oké jongens, dan is de ooglook helemaal af. Wat vinden we ervan? Het is echt super heftig. Echt heel erg Aladdin-achtig en I love it. Dan is het nu tijd om te beginnen aan de gezichtsmake-up. Ik heb al mijn gezicht gebronst en het is nu tijd voor blush en highlighter. Ik denk dat ik voor de blushkleur hier ga. Die heet Cave of Wonders. De blushes zijn allemaal mat, by the way. Dit is een beetje een nude blush. Dat vind ik wel staan met de look. Andere twee blushes zijn iets te roze en dat is iets te heftig. Aangezien ik al een hele heftige look heb gemaakt. Oeh, heel mooi. Ik had niet verwacht dat er echt veel pigment van af zou komen. Ik moet wel zeggen dat het niet heel goed meeblendt. Kijk, je ziet hier gewoon echt een hele streep zitten. Dat is wel een beetje jammer. Want de kleur is wel echt heel erg mooi. Dit is echt een kleur die ik zou dragen. Dan is het tijd voor de highlighters. Ik ga in met deze witte. Die heet Light My Lamp. En die kleur wil ik aanbrengen een beetje zo onder mijn wenkbrauwen. Nou, er komt niet echt heel veel glans vanaf. Oké. Dat is wel jammer. Ook wil ik die kleur aanbrengen op mijn neus. Oké, dan zijn we klaar met dit paletje. De rest ga ik niet gebruiken, want ik wil ingaan met deze. Dit is de I Heart Revolution X Disney Jasmine Fairy Tale Highlighter. Ziet er ook echt weer prachtig uit. Lijkt echt heel veel op het paletje qua verpakking. Hij is wel echt heel erg groot. Dus ja, dit gaat niet echt handig zijn op reis. Want dit gaat echt heel veel plek in beslag nemen. En dit is dan hoe hij eruit ziet. Gewoon precies als de buitenste verpakking. En dit is dan de inhoud. Het is een hele mooie lichtroze kleur. En er staat bij A Whole New World. Het ziet er echt super, super cute uit. Ik hoop wel dat hij wat meer glans gaat hebben. Het is allemaal een beetje krijtachtig. Kijk, het heeft niet echt heel veel glans. Beetje krijtachtig. Wel heel veel pigment. Ik had het wel beter gevonden als hij meer goud was geweest. Want ja, het is Aladdin. Dat is allemaal heel goudachtig. Dus het was echt ideaal geweest als het in plaats roze dat was geweest. Maar helaas. Laten we hem gewoon gaan proberen. We pakken gewoon een beetje. Super poederig. Kijk even dit. Oh my god. Het is echt super poederig. Het is ook een beetje een te lichte kleur voor mij. Zoals je ziet wordt het een beetje grijs. Als iets op je gezicht grijsachtig wordt, dan weet je al, oké, die kleur is te licht. Maar ik moet wel zeggen, ik vind hem wel mooi. Alleen ja, helaas is hij gewoon echt een beetje te licht voor mijn huidskleur. Komt wel echt meer glow en glans vanaf dan dat ik had verwacht. Dus dat vind ik wel echt heel erg mooi. Oké, en dan het laatste en dat is een glossje. Dit is de I Heart Revolution X Disney Jasmine Lip Topper. Ook weer die prachtige verpakking, I love it. En dit is dus een glanzende lip topper. Je kunt hem dus aanbrengen over een lipstick. Dit ziet er echt fantastisch uit. Dit vind ik echt de mooiste verpakking ever. Kijk even hoe mooi glanzend en goud. En zo dit holographic blauw met een beetje zo rozig erdoorheen. Ik vind dit echt een prachtige gloss. Oh my god. Oké, ik ga even de ballen die ik nou op heb eraf halen. Ik ga in met dit Morphe Lip Pot loodje in de kleur Coffee and Kissy. Is een hele mooie nude kleur. En dan ga ik er overheen met deze liptopper. Wauw, kijk hoe mooi. Echt heel holographic-achtig. Kijk even hoe mooi.
Het is ook echt helemaal niet plakkerig. Het voelt super fijn aan op de lippen. Het brengt ook echt super goed aan. Dit is echt het beste product van vandaag. Ik vind het echt fantastisch. Super, super mooi. Oké, dan zijn we klaar. Als laatste maak ik het af met wat fixing spray. Deze W7 Ready Set Glow Holo Setting Spray. En dan zijn we klaar. Deze is echt bijna op. Nou jongens, hoe vonden we het gaan? Wat vinden we van de look? Ik vind het echt een super, super leuke en hele heftige look. Weet je wat ik mij net besef? Ik heb geen mascara gedaan op de onderste wimpers. Dat ga ik nog even snel doen. Ik ga echt stuk om mezelf. Hoe ben ik dit gewoon vergeten? Ja, dit ziet er nou een stuk beter uit. Ik vind dat de look mooi is geworden. Ondanks dat raad ik het paletje toch niet aan, jongens. Ik vind de kleuren een beetje magertjes. De enige kleur die me echt heeft impressed is die gouden kleur. Maar ook die was echt super korrelig en er was echt fallout. En het was echt een bende. Die blauwe kleur is amper blauw. Kijk even hoe licht het hier is en hoe donker het hier lijkt. En laat me niet beginnen over deze oranje matte kleur waar gewoon echt letterlijk niks van afkwam. Dus ik vind de kwaliteit niet zo mooi. De blush vond ik heel mooi. Alleen die blenden niet heel goed. En de highlighters zijn een beetje krijtachtig. Dus al met al vind ik het helaas niet zo een fijn paletje. De losse highlighter is mooier dan verwacht. Alleen voor mijn huidskleur persoonlijk is die gewoon echt iets te licht. Maar ik denk dat als je een lichte huidskleur hebt, dit oprecht best wel gewoon mooi kan zijn. Maar echt de winnaar van vandaag is deze liptoppen. Amazing. Haal hem gelijk. Ik vind hem echt super mooi. Kijk even hoe mooi glossy die mijn lippen heeft gemaakt. De kleur is heel mooi. Hij brengt fijn aan. Hij is niet plakkerig. Hij zit goed. Ik vind hem echt amazing. Super, super fijn. Dus ja, dat is wat ik van alles vind. Helaas ging het dus niet zo goed hier en daar. Alsnog hoop ik dat jullie hebben genoten van de video. Als er nog een andere collectie is die jullie graag willen zien, let me know beneden in de reacties. Laat me ook weten wat jullie van deze collectie vinden en van de make-up look. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou jongens, ik heb de look nog eventjes naar de next level gebracht door de lamp van de Genie op mijn gezicht te tekenen. Wat vinden we ervan? Vinden we het mooi? Ik vind het echt super goed gelukt. Het was niet makkelijk, maar ik vind het echt een super, super leuk effect. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!